Dames en heren, voordat de vlog begint wil ik snel nog even in het kort wat gezegd hebben voordat jullie het gaan missen. Vandaag van 12 uur 's middags tot 12 uur 's nachts 30% korting. Ik ben op dit moment ook in de loods van Knolpower om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk wordt ingepakt. Zoals jullie zien, Maiwen is aan het helpen met inpakken, Noël is aan het helpen met inpakken. Dus als je iets bestelt, we pakken het voor je in. Check knolpower.nl voor 30% korting op bijna de hele collectie. Dus ga snel naar knolpower.nl en maak er nog gebruik van. Nu het nog kan. Knolpower! Wel zien slapen? Ik hoor jou zeggen dat hij heel harde muziek op heeft. Ja, hij heeft een headset op, dus hij hoort ons niet. Dus je kan gewoon naast ons staan en chillen. Ik hoor jou. Ik hoor jou praten. What the fuck, dat is echt raar. Ja. Maar je gaat hem niet wakker maken. Ja, weet ik niet. Zal ik hem laten schrikken of laten slapen? Dat zou wel grappig zijn op zich. Zal ik gewoon zo doen? Zo. Ja. Het is echt niet normaal wat hier gebeurt. Ja, ja, ik krijg hem gewoon niet wakker. Deed jij zo ja. Niet? Ja, nee, ik deed niet ik deed mijn vinger in zijn neus. Nee. Ja, ik kan van alles met hem doen. Hij heeft nu wel zijn headset af. Huh? Serieus, hij heeft zijn headset nu afgedaan. Ik ga weer heen, ja? Rustig, maatje. Oh my god. Rustig, maatje, rustig. Nee, gek. Oh. Ben je heel lang? Ja. Oh my god. Oh. Rustig, maatje, rustig. Oh my god. Je zit vast in slaap gevallen met je headset op, man. Ja, lekker muziek, ja. En met je kleren aan. Ja, ik had nog geen zin om te slapen. Gewoon lekker te... Slapen? Ja. Hey, je hebt alles nog aan. Ja. Ik moet ook nog tanden poetsen. Oké, vergeet niet even tanden te poetsen en kleren uit te doen, ja? En dan ga je lekker slapen, ja? Ik ga nu ook nog even tanden poetsen. Kom eens aan, tanden poetsen? Ja. Ik hoop echt niet dat ik ziek word zo morgen. Of wacht, vandaag. Want het is nu al in de nacht. Jij gaat nooit geloven wat ik gewoon bij jou heb gedaan ook. Bro, dat kan ik niet weten. Weet je hoe ik jou wakker heb gemaakt? Nee. Door gewoon letterlijk dit. Ben ik ook zo wakker geworden. Oh, dat was zo grappig. Oh my god. Ik wil niet eens terug zien. Even voor de duidelijkheid, het is serieus 2 uur in de nacht gewoon, dus. Ja. Ik kan nog niet slapen. En voor de rest, Thijs en Janneke slapen al boven. En wel was even een dutje doen, maar ging ook gewoon slapen. Maar had ze nog niet zijn tanden gepoetst en zijn kleren aan, dus ja. Moest wel even voor hem zorgen en hem wakker maken natuurlijk. Moet het niet vergeten de tanden poetsen. Bro, slaap lekker hè. Lekker. Slaap lekker morgen. Tot morgen. Oké, maar die ligt ondertussen ook al bijna te slapen, denk ik. Lekker slapen. Zal ik even hetzelfde doen als wat ik bij Noël deed? Ja. En dat deed ik bij Noël. Oh. En toen werd hij wakker. Toen werd hij wakker. Nou, hij werd wakker uiteindelijk van mijn gelach, zei hij. Als ik niet zo had gelachen, had ik misschien langer dat kunnen doen. Het is ondertussen 3:50. Het is toch wat later dan ik dacht. Dus het is misschien handig dat ik ga slapen. Maar hey, het is al de nieuwe vlog. Dus ja, wat dat betreft, laten we weer gaan naar Enzo, die net wakker is geworden in de ochtend. Terug naar jou, Enzo. Oké, dames en heren, daar zijn we weer. Goedemorgen, Pikachu. Hoi. Hey, goedemorgen, jongetje. Geslapen, ben je lekker geslapen, hè, jongetje? Dat is al kort voor 11. Lekker, man. Ga je weer mee tanden poetsen? Ja. Hey, dames. Hallo. Hey, dames. Hoor je mijn stem? Ja. Ik ben echt een jong vandaag. Ja. Ik kan gewoon niet praten. Dames en heren, ik voel me niet chill. Tenminste, ik ben zelf helemaal fit, hè. Laat het duidelijk zijn. Ik kan alles doen. Maar voor de rest, qua mijn stem...
vervelend. Er komt gewoon niks uit mijn stem. Zo. Als ik dat is wel als... erger, ja. Het is echt veel erger, hoor. Ik ben wel jouw luidspreker. Je mag al de hele dag in mijn oor fluisteren en zeggen, kan je nog wel even roepen? Nee, maar... nu besef ik pas hoeveel ik gewoon, zeg maar, schreeuw en enthousiast praat. Ja. Want ik doe altijd, hallo, dames en heren, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Snap je, dat zijn van die dingen, ik kan het nu geen eens doen. Ik klink echt zo raar. Maar heel eerlijk, ik denk dat het nog veel erger wordt. Want hij is nog niet echt weg. Je kan nog praten. Je moet echt vandaag thee drinken en snoep. We gaan snoepjes kopen. Je moet echt zorgen dat snoepjes, je nee, dat is dat je veel smeert. Je moet niet smeren. Ja, het is echt niet goed. Ik heb dit nog nooit in mijn leven gehad. En van, precies vandaag bij het opnemen van de 3000e vlog heb ik dit. We kunnen ook gewoon een vlog opnemen en dat het gewoon allemaal stil zijn. Maar, hoor je mijn stem? Bro, is nog erger dan gisteren. Bro, is niet normaal. Ja, dat is wel echt slechte timing. Ja, dat is een hele slechte timing. En nu moeten we straks mijn stem gaan verzoeken. Alex, ben een soort van, paas eigenlijk zoeken. Oké, tanden poetsen. Even aankleden. We komen hier binnen bij het restaurant en check wat ze hebben gedaan met de ontbijttafel. Dat is wel echt super lief. Ze hebben het helemaal versierd met ballonnen, rood, wit, blauw. En hier een bordje met Landal feliciteerd en ze komen met zijn 3000 vlog. Weet je wat het zieke hiervan is? Gisteravond liepen we naar het zwembad toe en toen zag ik serieus 3 ballonnen hier liggen. Ik zag dat niet, maar alleen die ballonnen. Ik dacht, is een of andere clown wezen vouwen of zo. Echt, hè? Serieus, en nu zie ik dit in één keer. Geniaal. Wel echt serieus super lief. We hebben tot nu toe echt mega naar ons zin hier op Landal. Dus wow, hoe hebben ze dit gedaan dan? Zalm. Nee, maar dit. Dat is denk ik tomatenschil. Tomatenschil? Ja. Lijkt een stukje ham of zo. Wel echt super sick. Maar we gaan ze even lekker ontbijten en gaan we even lekker theetje drinken met honing. Hey. Wow, ik zal de hoedjes maken, hè? Nee, hoor, ik echt. Wow. Wow. Ik ga stranen, Bono. Hallo, Bono. Hey, Bono, my friend. Nice. Hello, my friend. Even een high five met Bollo. Hoppakee. Hey, vraag of Bollo kan... Bollo, do you want to join us? Come on, my friend. Aw, dit is zo lief. Ja, dit is echt lief. Even een fotootje maken. Ja, dit is echt zo lief. Waarom doe mijn camera niet? Bolo. Waarom op dit soort momenten doe mijn camera niet? Please picture my friend Bollo. Ja. Hé, hey, maar vraag anders of hij deze kan maken. Can you make it work for me, Bollo? Oh mijn god. Nee, nee, hou op. Nee. Als hij dit echt kan, hè. Hij maakt een hond, hij maakt een... De techniek uit aan het draaien. Nee. Met, maar ook... Oh mijn god. Oh mijn god, als... Als dat echt lukt. Nee. Oh, hij is helemaal zielig nu. Probeer jij nu. Bollo, zal ik iets voor jou maken? Hij pakt zijn telefoon af. Dat is zo mooi. Hij heeft jouw telefoon opgegeten. Wat ga jij nou maken dan? Bollo, die kijk. Kijk, dit is cool. Bollo, I made a heart for you. Because you're my friend. Oh, kapot. Ah, dat is zo lief. Zo lief, Bollo. Die is Bollo. Jij hebt ook zo'n hoedje op, dat is echt mooi. Maar... Dat wist ik, kijk, ik deed gewoon. Oh, dit is echt mooi. Oh, zij zit daar. Ik ga ze alleen bij mij doen. Oké, ik wil ook even de foto met Bollo. Wow, daar was zo'n meisje buiten en die zat echt naar binnen te kijken van wow, dat is echt Bollo daar. Wow, jij hebt hem uit zijn mond. Wil je wel, wil je je zicht? Foto met Bollo. Is het leuk zo? Aan een voetje. Bollo, maatje. Ja, zit er goed tussen hoor. Geniaal, echt super leuk. Nou, iedereen heeft op de foto met Bollo. Ja, denk ook, kom maar. De echt schattig. Oh, wat doe je nou? Oh, Bollo, een kusje. Oké, nu jij jongetje. Kijk, aan Bollo is aan het blozen. Een kusje van Bollo. Oh, dit is... Zo mooi. Bollo is echt lief. Ja, maar hij voelt ook lekker dan, ja, maar. Lekker. Nou, die Janneke nog even. Ah, dat is ook schattig. Ja, dat is een hele grote kruis.
Oh. Geniaal. Heb je een selfie met z'n allen? Ja, groepsfoto. Oké, is goed. Oké, dit is geniaal. Thank you so much for your time, Bollo. Thank you so much, Bollo. Thank you. Yes, you're the best. Duimpje omhoog voor Bollo. Hallo. Hey. Oké, okay, bye-bye. Bye-bye. Oh, I feel one more thing. Can you dab? Hey. Bye-bye, Bollo. Bye-bye. Pas op voor je hoofd. In de vest is hij nog vetter, hè? Ja, klopt. Kijk hem lopen. Hij gaat dan dansen. Wow, dat is zo vet. Moet jij nog een keer doen, hoor. Dit was echt serieus geniaal. Shoutout naar Bollo, de mascotte van het Landalpark. Echt geniaal. Bollo is echt super vet. Kijk wat Thijs heeft gemaakt. Ja, ja, ja. Rustig, rustig. Gewoon serieus, hoor. Wat zou ik maken? Zeg eens iets. Ik ga maken. Maar laat eens nog eens goed zien een beeld. Je bent veel te wild met dat ding. Wow, dat lijkt echt op een gun. Ja, dat is mooi. Maar je moet hem ook weer herladen vandaag, hè? Zo mooi. Goed, zeg het maar. Ik wil graag een... ja, toch wel het hondje. Doe een hondje. Ja. Doe een hondje. Waarom niet? Ah! Moet niet kijken, hè? Dat is niet fijn. Oké, waarom niet, ja. Ja, maar dat wordt. Ik doe hem gewoon. Ik doe hem gewoon even goed. Ik ben normaal gewend met andere bronnen. Thijs, ik kan zo bij het animatieteam. Wow. Ook dat hij zo hoog onder de sprong. Ja. Hij heeft een hondje gemaakt. Een hondje voor jou gemaakt. Ja? Janke. Niet. Dat is echt mooi. Mooi, ja? Dat is een mooi hondje. Zo, even kijken wat het... Kijk maar eens goed welke soort het is, welk ras. Volgens mij is hij oprecht knap, bro. Hij is wel knap. Ja. Hij is zeker knap. En dat hij niet geknapt is, ook. Dat is ook knap. Dat is ook knap. Dat is een soort van DNA, dit. Yep. Oei, yo. Het is een DNA van een hond. Toch is creatiever, weet je. Ja. Nou, veel plezier. Holy shit. Oh, dat is geniaal. Oh mijn god, geniaal. Geniaal. Wat? DNA van een hond? Oh my god, dames en heren, ik ben een tutorial. Ik heb dit nog nooit gedaan, voor de duidelijkheid. Maar ik was te nieuwsgierig. Ik heb een Chinese tutorial opgezocht. Hij duurt 2 minuten. En ik heb serieus hier het neusje en de oortjes en de voorpoten. Nu moet ik alleen nog de achterpoten en de staart. Dan moet hij nou niet knappen, hè? Nee, ik denk dat ik ga knappen, want hij is... Doe dat iets verder, iets verder. Dan je iets langer maakt. Maar dat staartje komt straks automatisch. Nee, dit is serieus het laatste wat ik moet doen. Ik begin ook helemaal te zweten. Ik moet hem nu zo doen. Die in elkaar vouwen. Wow. We zijn aan een bom aan het ontmantelen hier. Is dat zo staart? Kijk, ze bij die tutorial ook zo? Bro, je hebt hem, man. Bro, je hebt hem. Je hebt hem. Bro, dus, hij wil echt een ziek grote staart. Kijk dan. Geniaal. Dat is voor jou, schatje. Geniaal. Oh, die heb ik gewoon gemaakt. Hoe noemen we deze hond? Bollo. Ballonno. Ballonno. Oh, die is echt goed. Zo, hij staat er. Hij staat echt ziek. Oh ja, oké. Okay. Mijn eerste creatie ooit. Ja, is echt goed, hoor. Hij is echt perfect. Ja, het enige is die oortjes. Kijk, deze is iets kleiner dan die. Ja. Volgens mij moet je normaal gesproken aan de andere kant beginnen, zodat dat tuutje... Wie heeft nou de tutorial gekeken? Oh, echt? Ja. Dit tuutje is toch normaal de staart? Ja, dat begrijp je. Ja, nee, klopt. Maar we zeggen. Ja, ik was weer te snel. Ik reageerde weer te snel. Ja. Je hebt helemaal gelijk. Maar nu hebben we weer zo'n leuk staart. Ja, maar kijk, weet je wat het is? Aangezien ik dus niet de ballon zelf heb opgepompt, kon ik dus dit niet langer laten. Waardoor ik ervoor heb gekozen om dit als neusje te doen. Wow. En dit dus als staart. Of is dit een tongetje? Schatje, maak het dan niet erger. Oké? Okay? Ja, doe maar. Ik ben super trots op je. Heb je echt mooi gedaan. Ballonnen. Ballonnen. Ik presenteer u de blauwe ballonnen. Lekker. Zo ziek. Ja, doe jij even. Wow. Doe jij eens de hondengeluid erbij. Komt-ie, hè? Ja. Maar het is een herder, hè, dit. Oh. Zo. Mooi ding. Ballonnen, rustig. Even rustig. We moeten hem buiten even uitlaten zo, hè? Ja, hier schatje. Dankjewel. Heel goed. Ik heb ook nog iets voor jou. Oké, Chinese tutorial. Ik laat hem achter in de beschrijving voor de mensen die een ballon hebben.
Maar lijkt me echt leuk om hierop te oefenen. Hoor. Echt, ja, bro, dat moet je echt beter doen. Ja, dat ik in één keer zo ergens kom. Ja, gek. En zo'n klein kind doet je. Alsof het niks is gewoon. Ja, sowieso mooi zijn. Een gouden envelop, mensen. Een gouden envelop. Dames en heren, een gouden envelop. Wat? En? Kijk, deze krijg je van mij. Die heb ik voor jou gekocht. Ah, dat meen je niet. Om je te feliciteren met de 3000. En omdat ik super trots op ben. Dat is lief. Chocolaatjes. Dat is cute. Dankjewel, schatje. Dames en heren, een gouden envelop. Celebrate. Dat is belangrijk. We moeten het vieren. Wow. Beste Enzo, namens stedentrips.nl, de stedenspecialist, feliciteren we je met je 3000ste vlog. Een wereldprestatie. Mede daarom willen we jou en Myron uitnodigen met ons op reis te gaan naar de city that never sleeps, New York. Gaan jullie medio november... Oh, dat kwam er heel erg uit. Ik heb al lang niet meer gelezen. Nou, in de klas laatst nog, hè? Voorgelezen. Ja, dat is waar. Dat was heel awkward. Gaan jullie medio november mee op ontdekkingsreis? Gedurende een week gaan jullie genieten van een geweldige stad en de leukste plekken ontdekken. En dat zijn heel veel, weten wij uit ervaring. Groetjes, team stedentrips.nl. Echt heel wow, vet. Nice. Dat is echt super vet, dames en heren. Ik heb zoveel zin in. Wij gaan serieus en dat is echt vet. En dit komt niet helemaal als een verrassing, maar we hebben een samenwerking met stedentrips.nl. En we dachten, wat is leuk wat we kunnen doen voor de 3000ste vlog. Toen dachten we, weet je, we gaan op reis naar een plek waar wij allebei in ons hoofd hebben als droomplek. En dat is New York. Daar willen we al, vanaf het begin zeiden we al van, ja, dat is echt een plek waar we nog heel graag een keer heen willen. En nu gaan we dat serieus gewoon realiseren voor de 3000ste vlog. Echt al bijna ook gewoon. Dus we gaan heel, heel snel, binnen nu en 2 weken geloof ik al, gaan wij naar New York. En het hele reisje in New York staat om het vieren van de 3000ste vlog. Yes. Dus dat wordt echt super vet. Dus we gaan allemaal vette dingen doen en ja, dat wordt echt geniaal. Dus de 3000ste vlog, dames en heren, gaan we ook nog vieren in New York. Dankzij stedentrips.nl. Dus shout-out naar Stedentrips voor deze hele vette samenwerking. Dankjewel. Echt super tof. Ga gewoon naar New York. Let's go. Normaal gesproken had ik alles bij elkaar geschreeuwd. Maar ja. Hey, het is even wat het is. Maar ik ben serieus echt super blij. Ja, dat wordt echt zo leuk. En we gaan straks nog iets heel erg leuks doen. Dat is een uurtje rijden. En we moeten over 5 minuten weg. Ja, dus, maar we moeten eventjes vertellen aan Thijs, Noël en Janneke wat we gaan doen. Want we moeten nog even formulieren invullen. Formulieren? Formulieren. Wat voor formulieren? Ja, die liggen hier. Dus we moeten nu vertellen wat we gaan doen. We gaan ballon vouwen. En ik ben echt heel erg benieuwd wat jullie daarvan vinden. Want wij weten ook niet zo goed wat wij ervan vinden. Oh ja, ja, ja. We hebben echt geen idee of dit leuk is. Nee. Maar toen ik het zag dacht ik van ja, dat kan wel heel vet zijn. Wij gaan vandaag, ter ere van de gladiatoren, gaan wij ons verkleden als gladiatoren en gaan wij vechten in de arena. Ja, man. Ja, man. Ik ga tekenen. Bro, kom hier met dat papiertje. We krijgen de officiële gladiatoren training. Dit is geniaal. Dus dit is een formuliertje. Als je die invult, dan geef je toestemming om gladiator te zijn voor een dag. En dat alle risico's bij jezelf liggen. Dus stel voor je struikelt en je valt op je zwaard, dan heb je het zelf gedaan. Ja, gelijk hebben ze. En er staat hier ook serieus dat je eigen leven in je eigen handen ligt en niet bij dit bedrijf. En... Oké. Okay. Zo, fijn. Nou. Dit is een hele vreemde wending. Dus ja, dit moeten we allemaal eventjes invullen en dan kunnen we meedoen aan de gladiatorenschool voor vandaag. Ja, dat is geniaal. Dus dat wordt wel echt... Ik heb je zo veel zin in. Maar je moet niet te gek doen, hè? Ja, ik moet even rustig blijven. Je moet niet te veel prikkels krijgen straks. Heel veel prikkels heb ik nou, heel veel prikkels. Zin in. Let's go. Ja, dit wordt echt leuk. Dus dit gaan we even allemaal invullen, dames en heren. Dames en heren, we rijden op dit moment achter een trekker en die heeft een klein aanhangertje en die zit helemaal vol met druiven. Geniaal. Waarom zijn het altijd gewoon hele oude mensen die erop zitten, alsof ze dat werk echt al 70 jaar doen ofzo? Ja, echt lief hoe die daar op het trekkertje zat. Hij moest ook lachen. Check dit uitzicht. Holy moly. Ja, echt mooi. En vanaf dat we vertrokken zijn, vanaf het Landalpark Montreal, vanaf dat moment staat de tank al op pling
0 kilometer. Oeps. Het is nog 600 meter naar het tankstation, dus ik denk dat we het wel redden. Maar het is wel altijd zo'n spannend moment. Ja, echt hoor. Dan als hij nu stil komt staan. Dan gaan we wel bergaf trouwens. Ja, dan rollen we. Ja. Dus daar zo is het tankstation. Ja. Maar dan rollen we gewoon verder naar beneden. Dat is wel echt chill hier. Als je in Nederland bent en je staat stil, dan sta je gewoon echt stil. Ja, als je omhoog gaat op de berg en je hebt geen benzine meer. Nee, dan moet je duwen. Oei, zo ziek, hè? Dat is echt krap. En dit is geen eens één richtingsweg. Nee. Ja, weet je wat het is? Die auto's rijden zo hard dat ik kan bijna niet rijden. Dus nu dwing ik het gewoon af. Ja. Oké, het is dus een klein uurtje rijden naar de gladiatorenschool. Yes. Ik ben heel erg benieuwd. Ja, ik ook. Echt heel erg benieuwd. Ja. Oh my god. Wat, dat tankstation ziet er echt gewoon 80 jaar oud uit. Oh, inderdaad. Ik weet niet of we daar kunnen tanken hoor. Die hebben toch helemaal niet zo'n pinautomaat ding. Wojo, super 98 is 1,73. Wojo, in Nederland is dat 1 euro, of nee, 2,16 euro op het moment. Nou, beter. Ja, je kan dan pinnen, ja. Het ziet er zo oud uit, maar kijk, ze hebben gewoon een pinautomaat. Echt beter. Nou, die tanken zien er niet heel oud uit, maar hoe het zeg maar vanaf een afstand eruit, ja, zoals dit. Ja, hier, ik ga het jullie laten zien. Ja. Check hoe oud dit uitziet. Oh my god. Uw mobiele telefoon bevindt zich nog in de wagen. Check dan. Oh my god. Ja, dit is echt een heel oud tankstation. Maar ze hebben gewoon nieuwe pompen er neergezet en zo'n pinautomaat. Zodat we in deze tijd gewoon lekker kunnen tanken zonder dat iemand aanwezig is. Heerlijk hoor. Dit noem je wel echt tanken met een uitzicht, dames en heren. Jeetje, mina. Heerlijk. Er hangen hier geen handschoentjes, maar ik heb zelf altijd handschoentjes in het dashboard liggen. Kijk eens even. Super nice, dankjewel. Hoppakee. Ik ben echt serieus zo benieuwd waar mijn stem naartoe gaat. Of het alleen maar erger wordt gedurende de dag. Of dat het morgen gewoon in één keer weer helemaal goed is. Ook al ben ik bang dat morgen mijn stem echt compleet weg is. Oh man, waarom nu gewoon? Waarom? Hoe kan dit in één keer? Ik heb niet overdreven geschreeuwd, helemaal niks. Volgens mij heb ik serieus de tank, de pomp hier zeg maar gewoon leeg getankt. Omdat er gaat iets van 80, 85 liter in mijn tank. En hij was helemaal leeg en ik heb 47 liter getankt. Wel goedkoop trouwens, 1,67. Nice. Ik heb serieus vaak genoeg gehad dat ik ergens wilde tanken. En dat gewoon bij zo'n automatisch tankstation waar je gewoon 24 uur kan tanken. Dus zo'n onbemande zeg maar. Ik heb echt vaak genoeg dat je gewoon niet meer kon tanken omdat gewoon benzine op was. En volgens mij heb ik nu gewoon deze pomp gewoon leeg getankt. Dat kan dus. Kwam er niks meer uit? Nee, bij 47 liter stopte die. Echt? Ja. Ik moet zeggen, op zo'n locatie als dit, met zo'n auto, oh, zo vet hè. Zo vet om te rijden. Niet normaal. Heerlijk. Maar hier rechts heb je dus een groot veld. Ja, hierachter is het dan denk ik toch? Maar het is zo bizar, maar echt gewoon waar we ook komen en waar we de afgelopen dagen zijn geweest. Alles rondom een uur rijden vanaf Landal, het park waar we zitten, zie je gewoon die druiven. Ja, alleen maar inderdaad. Dat is echt niet normaal. Ja. Er worden echt gewoon miljoenen flessen vanuit hier gewoon serieus gemaakt en verkocht wereldwijd. Absurd, gewoon elk stukje land wat ze kunnen gebruiken, wordt gewoon gebruikt voor die druiven. Yep. Oké, moeten we ergens parkeren denk ik. Oké, dames en heren, we zijn aangekomen. We zijn bij het amfitheater en we gaan nu naar binnen. En ja, we gaan straks de training krijgen. Ik ben super benieuwd. We hebben de formulieren al ingeleverd. Maar waar we nu zijn, deze plek, schijnt echt heel, heel oud te zijn. Ik weet voor de rest geen achtergrondinformatie nog hierover, maar dat krijgen we ongetwijfeld straks te horen allemaal. Er zijn een paar mensen van de organisatie hier. Ik weet niet wie is precies, maar ja, we krijgen het vanzelf wel te horen. En trouwens, wat ik nog even erbij moet vertellen. Iedereen van ons heeft enorme last van zijn nek. En dat komt door het wakeboarden van gisteren. Iedereen is namelijk wel een paar keer gevallen. En wij wakeboarden eigenlijk echt nooit. Ja, gisteren was best wel intens door gewoon elke keer het trekken van zo'n kabel. Oh, dat was echt niet normaal. Dus vooral Janneke heeft echt enorme pijn aan de nek. Dus die heeft net even twee paracetamolletjes van mij gekregen. En die krijgt hopelijk niet meer last van haar nek tijdens de gladiatortraining. Maar kijk eens even, dames en heren. Dit is het amfitheater. En dit is wel echt een hele gruwelijke locatie hoor. Dit werd vroeger dus gewoon gebruikt. Oh joh. Ik weet niet precies wat dit is, maar dit spinnenweb, hé.
Oeh, zo creepy. Oké, volgens mij krijgen we daarachter dus de training. Heel sick. Ik zie al schilden en een vlag. Damn. Gladiatoren is eigenlijk zoiets zieks. Volgens mij is gladiatoren gewoon letterlijk dat je zeg maar gaat vechten voor genot van andere mensen. Volgens mij dat. Alright guys, then put all your stuff in there. Yeah. We're already late, so we're gonna start immediately. Yeah. So. Love it. Oké, we gaan hier naar binnen. Ik zie daar al wat harnas, schilden, helmen. Ik zie hier iets van een zwaard. Oké, dit is dus serieus onze kleedkamer. Wow, hey, hier die gladiatoren. Waarom zie je het veld op? Hier ging ze douchen altijd. Ik denk serieus dat dit misschien hun hok was voordat ze opkwamen. Ja, echt hè? Dat ze dan hier klaar gestoomd werden en dan, ja man. I'm gonna train you for today. I'm gonna train you like I train my gladiator fellows. So it's gonna be exhausting. Probably. It's not gonna be pretty. It's gonna be probably painful. Be aware of that. Okay. You guys gonna fight in the end. That's good. And you're gonna hit each other. Right. Very hard. What? Right? I kid. Alright, so we're gonna start with running, just to get our energy going, and we're gonna run all the way up there, down there, up there again. All the way down there, and then other way around, all the stairs, everything up and down, and we're gonna start with this. Oh, okay. Yeah? Ik vraag hem maar, wat is de sportactiviteit? Nee, dat is voetbal. Veel plezier. Uiteraard had ik normaal gesproken gewoon meegerend, maar mijn conditie op dit moment, mijn hoesten, mijn stem, mijn keel, is niet handig. Dus ik blijf gewoon lekker hier staan. Maar joh, die kerel was wel serieus, man. Hij zegt, jullie gaan vechten, jullie gaan pijn krijgen, jullie gaan het niet leuk vinden. Goed, ik dacht dat we hier kwamen voor entertainment, maar goed. Nou, ben benieuwd. Ze gaan een rondje rennen. Ik zie ze ook gewoon niet meer, maar goed. Ik denk serieus dat we straks gewoon een soort van publiek krijgen hier. Omdat mensen gewoon nieuwsgierig zijn van wat gaat er gebeuren. Oh mijn god. Noël die loopt achter Thijs en Myron aan. En waar is Janneke? Oh my god. Janneke, kom op, kom op. Oké, ze zijn een beetje moe. Hé, hey, Janneke. Ja, blijf maar lekker bij mij staan. Ja, ik blijf. Oh my god, waar is Myron? Ik denk dat ze zijsteek heeft. Oh, daar is ze. Oh, daar is Myron. Oh mijn god, Myron is er ook klaar mee. Die denkt ook, wat is dit allemaal? Kijk dan, Myron die schreeuwt. Leuk voor de 3000 vlog dit. Ja, ik weet, ik heb ook geen idee wat hier gebeurt, dames en heren. Zelfs die kerel die les geeft, die is helemaal kapot. Hier, daar moet je weer rennen. Of springen bedoel ik. Kijk, let op. Hier moet ze springen. Ik weet niet wat voor hindernis dat is, maar... Hoppa. Ik heb bloedsmaak. Fuck, ik ging helemaal zo die trappen daar zo omhoog. Ja, ik weet het ook niet. Ja, ik ben ook al even. Ik ben wel klaar, hoor. This is only the warming up. Nou, top. Dan ben ik warm, zei ik. Ik ga terug. Ik zo samen. Oh mijn god. En zo. Oh mijn god. Ze moeten nog meer. Geniaal, die mensen zitten aan te moedigen. Yo, serieus respect hoor. Oh mijn god, ze zijn helemaal kapot. Maar ze blijven doorgaan. Kijk, daar komen ze aan. Oh my god. Respect. Ik heb bloedsmaak, jongen. Ik ook. Respect hoor. Ja, die gladiatoren ook. Wat? Yes, perfect. Ja. Move it guys, move it. Get some water. Oh yo. Wat ga jij doen? Alleen maar filmen? Ik ga alleen maar filmen, ja. Ja, hè? Je moet ook, want je gaat echt kapot. Ik ga filmen hoe jullie afgetuigd worden. Die kerel die heeft echt scheid aan ons. Ja, hij denkt zo'n 3000 vlog wordt niks. Nee. Is je laatste, denkt hij. Ja. Nou, ze gaan even terugtrekken in de kleedkamer, even wat drinken. En dan moeten ze weer verder. Oké, daar gaan ze. De warming-up is geweest en nu de eerste training. Even duimpje omhoog. Lijkt net zo'n... Of ja. Op mij komt. Ja, of dat je gewoon in een hele hete oven een pizza gaat halen. Ja. What do you have on your arm right now? It's called a manica. Manica is a historic that the Romans actually had. This was usually filled with
the hair of horse tails. Yeah. It was supposed to be a cut protection against like swords, or if you hit someone with a shield, this one will block it. What you have in your hand now, if you pick one up. Sorry, what's the purpose of a gladiator? Can you tell it first? Oh, the gladiator. It's a fighter. He's fighting for the crowd. Entertainment fighter, right? Entertainment fighter, but sometimes to death. They fight with actual sharp swords. They cut each other. They bleed. Some of them died, not all of them, because they were very expensive. But it was supposed to engage the crowd and to make them very excited. Are these helmets real helmets? Those helmets are very authentic. And what about the shield? They are also authentic. I don't know about the coloring, but they are mostly authentic. Oh, weet je waar ik aan moet denken? Zwaarden en sandalen. Ja. Dingen zo gooien. Ja. Geniaal. You're not doing anything today because you're sick, right? Yeah. Right, fair enough. So, two of you have to share one of the poles, and everyone else get one for him or herself. And what I want you guys to do now is to learn how to use the gladius, or the, in this case, rudis. This is my gladius. This is a metal sword. I fight with this. Full contact. It's not sharp. It's not sharp. Okay. We're not crazy. We're stupid, not crazy. Okay, dus hier vecht hij echt mee, zegt hij. And as you can see... Also not sharp. Vet? Yeah. Also not... No, the gladius usually in the air. Best wel zwaar. Yeah. Hij is wel een paar kilo. Cool. It is a very pointy weapon. So the gladius was not supposed to be a cutting or hacking weapon. This is a stabbing weapon. With the gladius, you are stabbing the opponent. What we gladiators do, we take this and make a show out of it. We're gonna learn how to fight effectively and deadly without dying, right? Okay. Sounds good? Gelukkig, ga niet dood gaan. On those two poles you see these black bands. What I want you guys to do now is stab into the area this black tape is. En het ook zo, hè? Yeah, change the sides, come from like up. Yeah, exactly. You can move around it, this is gonna make it harder, but this is good. Yeah, guys, very nice. This is what I want to see from every one of you. Go ahead, you have 30 seconds to do it the way they do it right now. What gebeurt hier? In this tempo, in this speed. Oh, yo, what gebeurt hier? And go. Thijs die gaat ervoor, hoor. Steek. You have 15 seconds left. Come on, guys. Move it. Top, bro. Alles naar. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, start. Ik heb hem dood. Right. So there are different Latin commands I'm gonna teach you now. One of them is movete, which means move, start, go ahead. The other one is state, which means stop. So if I yell movete, you're gonna do what I told you to do. If I yell movete again, you're gonna do it faster. Hij is wel dominant, hè? Ja. Sounds good, right? Sounds like fun. At least for me. Change your hand. Arm doet nu al zeer. Do it with the left hand now. Oh. Maar het is wel lekker, want mijn rechterarm was nu weer gezien. 3, 2, 1, start it. Very nice. So the body has... I'm gonna touch you now if this is okay with you. Right. You. I'm gonna show you some areas in which it is most effective to hit the enemy to kill him as fast as possible. Yeah. Okay. If you step in there, he's gonna bleed to death and the fight's gonna be over because the arm is not he's not able to use the arm anymore. He's fucked. The kidneys, if you stab someone in the kidney, he's gonna collapse and he's gonna die. The lung or the heart, also a point to kill someone. The next are the upper legs, because if you get stepped in the leg, you can't move your leg anymore. Exactly. You're fucked. Laat dat eens zien. And you can cut someone in the knees. Ooh. Same thing. That's he's gonna nasty. Bleed to death and he can't move anymore. He's fucked. What I want you guys to do now is one of you stands like this and the other one engages the partner, and I want you to hit him. It's not like, oh no. You're gonna hit him. Not that he feels pain, but he's supposed to be uncomfortable. So, get in the position. This is the way I want you to hit each other. Ladies, come on. You're gonna get the same treatment, don't worry. You're gonna get hit
in je armpit. Het kriebelt. In de oksel. Ja, zo in mijn oksel, het kriebelt. In je armpit. Dit is zo raar. Slowly. He's a pussy. Ja, he's a pussy. He's gonna be hit more. Well, stop it. Get your hands up or you're gonna get hurt, bro. If it's too hard, don't hit hard. Ja, dat werkt er. Ja, dat stemt echt al. Noah moet alleen maar altijd lachen om Thijs. Zie die techniek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Don't switch. Don't switch. Don't switch, zegt hij. I tell you when to switch. I want to be a real gladiator. You have to train for that, Noel. And start it. Remember, stab. En connect, ja. Volgens mij zei hij die niet, hè? Tot nu toe is Thijs de beste gladiator. Snap je? Gladiate Thijs. Steek in de buik. Ja, dat is de langzaamste dood. Ja, maar... Doe in de buik. Maar dat voelt echt alsof ik tegen hout aan zo veel spieren heb. Jij. Dat is echt niet normaal. Ja. Staat erin! Ja, stop. Ik wil eigenlijk dat hij gaat staan en dat wij met z'n allen hem kunnen steken. What we do now is, one of you holds his sword out like this. And the other one starts engaging this. And you are gonna rotate around your own axis. Ja, met jouw voeten. Is het zo? Oh man. Verzuurd, hè? Jij danst ook, hoor. Oh, je mist alles. Wat doe jij? Oh joh. Lekker. Boy, joh, pas je op voor mij. Oh, Thijs is hier echt goed in. Kom maar. There we go. Mooi, yo. Thijs is hier echt goed in. Nu serieus proberen te steken. Ja, dat is. Dat is maar. Thijs is tot nu toe de beste leerling. Ja, zeker weten. Maar die vindt het ook echt heel interessant. Ja. Die denkt, dit ga ik gebruiken. Ja, maar die wilde ook echt leren, zeg maar. Ja. Wow, die was echt ziek. Oké, laatste. Hoppa. De steektechniek goed. Oh, sorry, nee, gaat lekker. We gaan nu de schilder pakken. We hebben net gevochten zonder. En we gaan nu het schildje erbij pakken. Zo. Even, staat het ons? Ja, het staat jullie wel goed hoor. Ja? Ja, zeker. Zeker. Maar jullie nemen het ook heel serieus. Ik hoorde Thijs net zeggen, dit kan je ook gewoon toepassen in het dagelijks leven. Stel ik kom in de situatie, ik word aangepakt. Kijk, dan is het soms zwaar. Maar dan heb je wel die dingen door ze overheen pakken en neergooien. Ik kan mezelf beter beschermen. Dus. Dat is wel zo. Maar alleen maar zelfbescherming, hè? Zelfbescherming, jongens. Verder niet. Nee. Oké, Janneke en ik, ja, wij zijn denk ik toch te veel meisje. Waardoor wij vechten met elkaar toch niet zo leuk vinden, nee. Ook al moet ik zeggen dat ik echt geen idee heb om jullie te zien vechten. Wij gaan straks nog wel even met elkaar vechten. Maar gewoon leuk vechten. Gewoon leuk. Ja. Dat was echt super grappig om te zien. Alleen Thijs die is zo fanatiek. Ja, die is veel te fanatiek. Ja. Maar gewoon zijn uitleg ook. Dan zegt hij zo tegen mij van... Yeah, stab her in the knee. Like she's bleeding en zo. En dan denk ik echt van... Wow, dat is echt heftig eigenlijk. Ja. Ik wil gewoon een beetje zo met elkaar...
Nee, ik vind het wel heel vet om zeg maar echt zo hard zo bam, ja, bam, maar die bam. Die zijn ook vet als wij zo met zo. Precies, dat gaan we straks nog even demonstreren. Ja, dat gaan we doen. Maar wij gaan verder nu even genieten van Noël en Thijs. Ja, dat ja. is leuk kijken. Ja, want zij vinden het echt leuk. Ja, vooral Thijs. Maar ik denk dat voor veel jongens dit ook echt wel zo'n ding is wat je vroeger ook met stokken en zo deed. En gewoon ja. echt... Maar er waren toch ook niet veel gladiatoren vrouwen? Volgens mij helemaal niet. Gladiatoren was toch alleen maar mannen? Denk het ook, ja. Zullen we het even ook vragen? Als je films kijkt en zo zie je eigenlijk nooit een vrouw in zo'n gladiatorenpak. Ja, dat weet ik niet. Zal ik het even... Ik ga het even aan hem vragen nu meteen, ja? Sorry, one question. Was there ever a women gladiator? Yeah, there were dozens, hundreds of... The technical term is gladiatrices. Okay. It's a Latin word for female gladiator. Wow, okay. Yeah. So there were a lot of them and they fought like the men did. Really? Yeah. But there were more men gladiator. There were more men because men are dicks and... but there was a period of time where gladiatrices were... a big part of the shows in the arena. Oh, okay, cool. And is it only in Germany or many more countries? You guys have a gladiator school in the Netherlands. Really? Yeah, you do. Yo. Jij dacht dat al, toch? Of niet? Ja, ik geloof dat wel het was inderdaad. Okay, but gladiators were all over the world. Yeah. All over the Roman world. Like, you have gladiators in Germany, France, Great Britain, Italy, Croatia. There are gladiator schools all over the place. Ah, okay, cool. Yeah. Good luck with the training. Let's go. Okay. Wayo. Wayo. Bro, dit is ziek ouwe. What the fuck? Push it down. Like that. Push it down. There we go. That's the plan. Ah, kom eens naar mij gelopen. Oh, nog eentje. Boom. Nog één, kom maar, kom maar. Mooi, dit is wel echt heavy. Goed, goed. Goed, goed, goed. Goed. Zwaar, hè? Kom maar. Ja, is echt zwaar. Oké. Okay. Druk, druk aan. Ja. Goed. Lekker nou wel, lekker nou wel. Goed ja. Now I'm gonna show you how to block a shield like punch. If I try and punch you with my shield, my plan is to punch you in the face. Yeah. You fuck. Don't like that. No. I have once been hit with a shield so hard that I started to fly. My legs went up in the air. I was horizontal for a second. Fuck. I was knocked out for a second. When I landed on the ground, I was back again. Just do this movement to work. Oh, I do it to you. Yeah, do it to me. You just... Wow, doe je dat pijn? Nee, maar ja, het klapt op je arm, maar het gaat natuurlijk nog harder normaal. Wow, that's sick. Bro, it's so interesting because I've watched some movies and all the techniques we're learning right now, I can literally see us doing it. Okay, let's go. Steek jij naar mij uit? Doe het slowly, because okay, it's slow. Boom! Kom maar. Nice. Boom! You're dead, baby. Okay. Het is echt crazy. Let op, moet je slaan. Hoe die bocht dan ineens. En daarna moet je steken, want dat is goed als je dit doet. Dus je arm daarna voren. Okay, komt ie. Zie je? Fuck. Boy, yo, ik blokte hem. Ja, je blokte hem gewoon tegen. Hey, kom nou, papi. Oké, kom maar. Fuck ja. Yeah. Kom maar, pussy ass. Je blokte hem. Thijs en Noël zijn nog steeds allebei super fanatiek bezig. En het is echt serieus geniaal om te zien. Wow, dit ziet er echt sick uit, hé. Oh my god, dit ziet er echt sick uit. Die kerel neemt het ook zo serieus, hè. Dat is echt heel leuk. Dat is echt niet normaal. Bro, serieus respect, man. Het ziet er zo sick uit. Gangster. Ja, man. Bro, zo mooi. Echt, die vind ik echt mooi. Ja, dat is echt gek. Zelfverdediging van ziek, joh. Ja. Het is echt heel vet om jullie zo te zien, serieus. Die techniek ook crazy. Kijk, je hebt dingen zoals als Noël naar mij steekt. Kom eens. En ik sla het zo naar beneden. Dan gaat zo'n bocht open. En dan kan ik... Ja, dus... Zijn lichaam ook. Bro, het ziet er zo sick uit. Dat is echt crazy. I'm going to introduce you to helmets now. Oh. Oi, oi, oi. Helmets. These are the helmets you guys gonna wear now. Well.
Oh, zwaar. Ja? Oh, it's heavy. Oh, oh my god, dit ziet er zo ziek uit. Alright. Wee, yo. Your head is too small for this. Oh, mijn hoofd is een keer te klein, man. Let's go. Kijk, Noël dan. Je ziet de gangster uit. Echt, hè? What the heck? Pak de wapen. Oh, mijn hoofd is ineens 20 kilo zwaar. Dit is zwaar bewegen, ouwe. I'm gonna punch you in the face now. Jezus. Do you get any metal in your face? Very nice. Okay. Wee, yo. Yeah. You're gonna have to put this on now. You lock him, dude. Oh, the wrong. Okay, so pull it from the back. Yeah. Oh! You have a tiny head, bro. Yeah, I've never heard that before. They always say my head is too big. Wel, wel sick dat jullie zo ver gaan in dit. Vrouwen. Zo. Dat is echt sick. Maar ik zweer, jongen, ik zeg al, zijn schouders zijn absurd, joh. Any metal directly in your face? No. Gewoon letterlijk, gewoon tjus, ja, dat. Hoe dan? Ik vind het wel echt serieus gangster van Noël en Thijs dat ze dit doen. Ik ook, heel cool. Echt serieus, super vet. Hij is ook echt niet lullig bedoeld, maar dit was toch ook niks voor jullie geweest? Zo'n helm op en dan op elkaars hoofd slaan. Nee, maar ik ging al een beetje prikken bij Janneke, maar als Janneke mij moest prikken, deze van zo. En dan ook nog zo. Ik weet hoe jij dat doet. Oké, okay, dit gaat er hard aan toe nu. Laten we kijken. Oké, okay, kom op, boys. Hoi, yo. Oh, dat was op zijn helm. Stop now, and we're gonna do this now. Oh, ik kan bijna niet aan. Oh, joh, hij gaat tegen jou vechten. Hij gaat tegen jou vechten. Kijk hem. Oh, okay, you take a break now. Moe. Kapot. 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 Right. Try this helmet on. This is my personal helmet. Oh, damn. You sure I can use it? Yeah, go ahead. If you break it, bro. I'll pay you a new one, don't worry. But this one should fit way better. Yeah. Yeah, all right, there you go. Yeah, that's the best way to check. Can I check too? Yeah, go ahead. Fucking hell. You put your helmet on again? I'm gonna check yours too, bro. Yeah, I'm gonna check yours too. Oh, all of a sudden he turns into a pussy. Use your sword, bro. You have a sword. Yeah, there you go. Don't get me, man. Oh, weer op het hoofd. Weer kapot. Dit moet je echt niet onderschatten, man. Oh, dit is echt zwaar. Sure. Hij raakte je twee keer goed hard op het hoofd. Dit was nog niet eens 3 minutes. Ja. Volgens mij was het nog geen eens een minuut. Oh, not only a minute. If I go full power fighting, I can do like 1.5 minutes tops. Great. Wow. It's fucking exhausting. Yeah. Yeah. With the... Oké. Okay. Wat is er? Dit is zo mooi. Net op, hè? Oké. Okay. We gaan ook boven jou. Nee, nu zijn we echt dood. Ja. Wow, dat was wel vet hoor, hoe jullie dat hebben gedaan. Ja. Eerst was het vet. Zo 1, 2, 3, 4. En dan denk ik zo 1, 2, 3, 4. Dat is vet, hè? Dat ziet er echt vet uit. Ja. Hebben wij ook nog een beetje gevochten met het schild. Ja, ik ben trots op jullie. Serieus. Bedankt. Ziet er ook vet uit zo. Moet jij het schild ook even vasthouden, dat wij zo op jou mogen steken. Ja, is goed. Jij moet wel ontwijken eigenlijk, hè? Je moet hem rondom die schild proberen te steken.
Het is echt zwaar, hè? Je bicep helemaal. Hey, waar komt dit vandaan? Zo hoort dat, hè? Ik moet jou zo... Waar komt dit vandaan? En dan echt zo heen, hè? Ze is een of andere agressie. Kijk, komt ie. Hoezo? Leuk, hè? Heb je nog wel even iets gedaan? Heb ik nog wel even wat gedaan, inderdaad. Maar we zijn niet boos op elkaar, hè? Zeker niet. Wow. Dit is ook echt super dom, want ik snij mijn eigen arm. Ja. Zoetje. Hey, wat ik dan zou doen, de Marjorn is zo. Wat ik dan zou doen was... Oké. We gaan even kijken wat hier verder gaat gebeuren. Ik zei even tegen hem, we moeten even video's zien van hoe hij aan het vechten is. Want hij zei, ja, dit was 1 minuut en het stelde eigenlijk niks voor. Niet normaal. Ja, video laten zien was sick. Dat is voor een ander level daar. Dat is niet normaal. Ik stel tegen hem hoe belangrijk het is, die feed moves en open draaien, indraaien. Er komt zoveel meer bij kijken, het is echt strategisch dit. Ja, dat is echt ziek. Het is gewoon een beetje kijk vechten. Wat de enemy doet en daarop reageren. Ja. Het is echt vet hoor. Absoluut. Gewoon die analyse elke keer. Ja, crazy. Wow, dit gaat er serieus hard aan toe. That's me. 3 hits. Uh-huh. That's usually how we fight. And now you got 2. I got 2. Okay. Oh, yeah, that was a hit. Very nice. Lekker, Noël. Kom, Noël. Kijk de been voor, hè. Waar moeten ze elkaar raken? Waar moeten ze elkaar raken? Alle plekken die geen armor hebben, bescherming, okay. Ze is een hit. Oké. Okay. Wow! Holy shit, ze rennen echt hard. Ja! Oh, Noël is echt snel! Ja, dat is zo grappig! Met die helm, man! Hij denkt, ren naar de auto, waar hij bijna niet kwam. Hij denkt, ren naar de paarden met wapen. Ja. Ik ga er van boven. Hey, bro, ik vind het zo mooi om te zien. Ja, dit is fucking, ik vind het jammer dat je ziek bent, man. Ja, ik weet het, man. Ik heb loopneus alles. Ja, jammer. Zo, je ging er even vandoor. Ik moest even rennen, jongens. Ik moest even rennen. Hij had zwaard uit je hand geslagen. Ja, het is zo zwaar. Ja. En hij is echt goed hoor. Ik had maar 1 hit van de 3. Nou, dat vind ik al knap hoor. 1 hit. Ja, dat is wel... Wow. He told us in Dutch that you are a little bit shit. Oh. Nou, ik wil naar Dutch. Ik wil naar Dutch. Not everyone does it. Oh, ook je duim. Voor jou. Bloed. Ja, een beetje. Ja, maar bro, hey, ik zou meer focussen op dat rennen, man. Daar ben je goed in. Nee, maar serieus, respect, man. Ja, echt ziek. Good fight. Not everyone manages to land 1 hit. Thanks. Ja. Dat dacht ik ook al. Serieus, als ik vroeger, weet ik veel hoe lang geleden, en ik zou gewoon als publiek hier komen, en ik zou Thijs zo zien staan, ik zou al mijn geld op Thijs willen zetten. Let op, hey, strook mijn mouwtjes om dan. We gaan het serieus doen nou. Kom maar. You ready? Hey. Hij heeft een goede tip. Luister. Hij heeft een goede tip. Hij doet elke keer, je gaat kracht gebruiken en dan duwt hij je naar beneden. Je moet via boven, want dan dat was de enige hit die ik had. Dus ik zeg maar, je kan het. Oké, kom op. Wie het eerst bij 3 punten is. Oeh, op zijn hoofd van Thijs, hé. De man is crazy! Kom op bro, focus. Oeh, dat was een hit. 1-0. Oeh, dat was een hit. Very nice. Lekker bro. Very nice. Wow, die was echt nice. Dat was een mooie hit. 1-1 bro.
Oké, kom op. 1-1. Thijs wil dit zo graag winnen. Kom op. Oh, dat is een hit voor hem. 2-1. Als je 2-2 maakt, wow, yo. Hij is ook moe, hè? Hij is ook moe. Laat hem anders op je afkomen. Dat kan ook nog, hè. Hij is ook moe. Jij gaat de hit op hem af, maar doe eens andersom. Hoi, yo. Ja, yes, ook goed. Gaat hij goed, bro? Yo. Hoi, yo, bro. Echt zoveel respect. Zo, crazy. Wow. Crazy. Dit is intensief, man. Wow. Maar serieus, allebei gewoon 3-1, hè? Allebei hebben jullie gewoon een puntje gemaakt. Very impressive. Wow. Jullie gingen er wel echt vol voor. Gewoon geen angst, helemaal niks. Moet ook, moet ervoor gaan. Oké, dit is het echte gevecht, mannen. Oh, sorry. Wow, dat is echt zo'n gangster. Dit is spectatory! Zwei Herausforderer aus den niederländischen Provinzen! Spectatory! Pugnate! Da gaan ze. Come on, guys! Ja, there we go! Ja! Ooh, that was close! Come on, guys! Come on! Move it! Yeah, there we go. Both of them are sleeping now. Ooh, that was a hit in the shoulder. You can still fight. Come on. Move it. Move it. Ooh, everyone is hurt. Was that a stab in your stomach? Yeah, in the side. All right. 1-0. Guys, come on. Come on. Come on. Fight. 1-0 for Noel. Ooh, that was a hit in the leg. Very nice. 1-1. Fuck. Gladiatori. Kom op. Het staat 1-1, maar dit is de finale. Wie nu een hit maakt, want ze zijn allebei kapot. Alle bloeden van treffer worden gezet. Eén treffer kan het spel entscheiden. Kom op, mannen. Kom schon. Fight, fight, fight. Oh. Oh. Ja, dat was het van mijn start. Start. You were hit in the stomach, bro. Oh, jee, jee. Here! Come on, Juve! Juve! Yeah! That's what I like to see! Very nice, guys. Very good nice. Game, bro. Damn, bro. Zo, die was slopen daar. Oh mijn god, respect, hoor. Ik dacht, ik ben echt gekost. Very nice, guys. Very nice. GG's. GG's. Hey, lekker hoor, broskies. Echt knap hoor. Echt knap. Ik werd echt misselijk. Bro, ik ook, op een gegeven moment dacht ik, moet het nog echt. Ja, zo. Wow, dat was echt geniaal om te zien, serieus. En daarboven is gewoon het publiek. Ja, maar wonder. Echt heel vet. Echt gruwelijk, jongens. Echt serieus. Take a picture together. Yeah. Thank you so much, man. Ja, dat was zo nice. Oké, dames en heren. Het is voor Noel en Thijs enorm bijkomen en even uitrusten. Ik heb in ieder geval genoten. En ik zou zeggen, doe even een duimpje omhoog. Niet alleen natuurlijk voor de 3000e vlog, maar ook voor het gevecht wat ze juist hebben gezien. Echt super sick. We gaan met de auto even 10 minuutjes rijden. Dan gaan we naar een parkeerplaats. En dan daarna gaan we nog de stad Trier een beetje ontdekken. Het is een hele historische stad die vroeger ontzettend aantrekkelijk was en die heel erg druk bezocht werd. Dus Trier heeft echt een hele grote historie. Ja, zo, je wordt gevangen hier zo. En ik heb de hengels weer bij me. Dus laten we even kijken hoe de rest van vandaag nog gaat lopen. En we gaan sowieso eten, avondeten in de stad van Trier. Maar dat duurt nog wel even voordat de avondeten is. Dus, Nou, het is wel al bijna 4 uur. Ja, we hebben hier echt gewoon, wow, 4 uur lang? Of 3 uur lang? 3 uur. We hebben 3 uur lang hebben we hier training gehad. Tenminste. Thijs en Noël. Thijs en Noël. Ik ben Janneke in de training. Oh mijn god, maar het was wel echt super vet om te zien. En het is ook gewoon, het was mooi daar. En het is gewoon lekker om ook buiten te zijn. Dus het was helemaal niet erg om daar gewoon zo lang te hangen. Een beetje. Klopt, helemaal. Dus wow, treintje. Treintje. Wow. Misschien hadden we daarin kunnen stappen. Ja. Dat is zo'n typisch toeristentreintje die je daar ziet. Die heb je gewoon echt overal ter wereld op alle toeristische plekjes. Kijk, hier links zien we al een mooi plekje. Dit ziet er echt al heel mooi uit, inderdaad. Dat is dus waarschijnlijk echt al zo oud. Ja, gewoon Romeinse tijd, hè? Dat is echt lang geleden. Dat is dus, net als die amfitheater, 2000 jaar geleden. Dat is niet normaal. Kan dat zo goed bewaard gebleven zijn, hè? Ja, volgens mij is wel een heel groot deel daarvan gerestaureerd, toch? Ja, dat heb je meestal wel, inderdaad. Ja. Maar dat zei hij ook al bij dat amfitheater. Dat de vloer en zo er vroeger anders uitzag. Ja. En het is vaak zo dat veel gerestaureerd is, zodat ze kunnen laten zien hoe het ongeveer eruit zag. Ja. En dat dan bijvoorbeeld maar een paar stenen nog wel echt zijn. Maar ja, die zijn dan ook meestal helemaal afgesleten. En
Maar dit soort muren, wat je hiernaast ziet, dat kan wel echt zo oud zijn. Ja, dat klopt. En dan soms worden misschien wat gaten of zo gedicht, maar die stenen zijn wel echt zo oud, denk ik. Ja, dat kan wel hoor. Ja, dat is wel heel raar om te beseffen eigenlijk. Ja, er worden ook bijna geen muren meer zo gebouwd. Nee. Ik dacht gewoon letterlijk, volgens mij, allemaal random stenen en cement en dan. Ja. En die muren zijn ook allemaal gewoon mega dik, hè? Klopt. Anders konden ze nooit gebouwd worden, omdat die stenen allemaal gewoon niet recht waren en zo. Ja, dit is gewoon een bescherming van de stad geweest ooit. Ja, echt bizar. Dat is nu gelukkig niet meer nodig. Nee, echt bizar. Ja, het is voor ons is het zo normaal dat wij weten hoeveel mensen er leven op deze aardbol. Ja. Maar vroeger, dan was je leven, je wereld was zo klein eigenlijk. Klopt. Want je kon nergens heen. Het enige hoe je je kon vervoeren was gewoon met paard. Ja, en je was gewoon altijd inderdaad in dezelfde stad of dorp. Daar woonde je en daar was het. Ja, dus dat is toch zo bizar eigenlijk dat in wat voor luxe tijd wij leven, hoe wij ons kunnen vervoeren door middel van auto, vliegtuig. Ja. Er zijn straaljagers. Het is echt technologie. Alles wat is uitgevonden in die afgelopen 2000 jaar tijd. En vooral de afgelopen 100 jaar is echt insane. Dat is echt het meest zieke ooit, inderdaad. Hoeveel er wel niet gebouwd is in een eeuw, zeg maar, nu. Ja. Dat is bizar. En hoeveel er ontdekt is. Want computers, dat soort dingen, technologie, what the fuck. Ook al vind ik het super mooi dat... ik kreeg even een duimpje omhoog van iemand voor de auto, denk ik. Ja. Of voor jou. Kan ook. Maar wat ik echt bizar vind, is dat sommige dingen die vroeger zijn bedacht, en dan heb ik het echt over honderden jaren geleden, die worden de dag van vandaag nog steeds zo gebruikt. Ja. Zoals het rioolsysteem bijvoorbeeld. Dat klopt. Is uitgevonden. Ja, maar toen we in Griekenland bij die ene ruïne waren. Ja, dus holy er zijn gewoon shit. Bepaalde uitvindingen geweest vroeger, of bepaalde ideeën, die we nu nog steeds gewoon gebruiken. Ja, omdat het gewoon al geniaal was. Het kan gewoon niet beter. Nee, het kan gewoon niet beter dan dat. Het is gewoon uitgespeeld. Ja, echt ziek. Dat is echt bizar. Maar kijk ook wat voor beelden ik net heb gemaakt met die drone van mij. Hoe bizar is dat? Echt, ik gooi een drone in de lucht en ik zit gewoon 100 meter boven gewoon te filmen. Ja. En ik kan het op mijn telefoon in HD terugzien met audio erbij, alles. Ja, het is zo ziek om te beseffen wat je nu, waar wij nu in leven. Ik bedoel, alle kinderen, de hele jeugd groeit op met tablets, telefoons. Ja. Dat is zo normaal. Ja, überhaupt al denk ik nu, als je terugkijkt naar jouw eerste vlog en nu de 3000ste vlog, hoeveel er in die 9 jaar tijd al veranderd is, zeg maar, qua technologie en dingen. Want wat voor telefoon had jij toen? Ja, net voordat ik met YouTube begon, had ik een hele vierkante roze Sony Ericsson. Ja, of een BlackBerry of zo in die mijn tijd. Dat was echt. Ja. En hoe dat nu al ontwikkeld is. Ook de auto's en zo. Tesla wist je toen nog niet eens van. En nu rijden gewoon allemaal elektrische auto's. Dat was toen echt nog niet te bedenken. 9 jaar geleden volgens mij. Het is bizar. En het blijft maar zo snel gaan. Want in Noorwegen hebben ze over 2 jaar. Las ik toevallig gisteren op het nieuws. Over 2. Kijk. Oeh, dat is hem. Oh my god. Dat is hem. Die lijkt op het plaatje. Check hoe dit eruit ziet. Heel vet. Oh my god. Dit is echt heel vet. Maar serieus, over 2 jaar, als het goed is, wat ik las op het nieuws, verkopen ze over 2 jaar in Noorwegen alleen nog maar elektrische auto's. Je kan geen eens meer auto's kopen op benzine. Ziek, hè? In heel Noorwegen verkopen ze alleen nog maar elektrische auto's over 2 jaar. Ja, wij gaan echt nog wel een gekke periode meemaken. Met stel voor in Nederland zeggen ze opeens van over 3 jaar alleen nog maar elektrische auto's. Hè? Ja, hoe kan dat? Hoe dan? Ja. Maar om niet te veel af te dwalen van de 3000ste vlog, ben ik heel erg benieuwd. Is er nou een vlog die er voor jullie echt uitspringt, waarvan jullie hebben van wauw, die vlog, dat is echt mijn lievelingsvlog. Laat het weten in de reactie wat jouw lievelingsvlog is tot nu toe. Ik ben heel erg benieuwd. We zitten hier nu lekker eventjes wat te drinken. Even uitrusten. En dan straks gaan we even een rondje maken hier zo in de stad Trier. En dan ben ik benieuwd wat we tegenkomen. Oké, waar we nu naartoe lopen, dames en heren, is dus de markt. De grote markt van Trier. En ik moet zeggen, het ziet er super vet uit. Met name door gewoon weer de kleurtjes. En door de kerk die we daar zien. Gewoon de gebouwen die je hier ziet, zien er gewoon echt super mooi uit. Echt heel erg nice. Maar ja, nu nog even kijken of er wat leuke winkels zijn waar we in kunnen gaan. Wauw, kijk wat Thijs aan heeft. Dit vind ik zoiets voor jou. Wow, yo bro. Nu mag jij de prijs gokken. Ik denk 120 euro. 260 euro. 260 euro. Dat verwacht je niet, hè? Damn bro. Ik moet zeggen, hij is wel keihard man. Ik zou eigenlijk een maatje groter willen, maar...
Dit was de grootste maat die we hebben. Maatje groter? Doe hem eens helemaal dicht. Ik ben benieuwd, want dan zie je het complete plaatje helemaal af. Hoor je ook, kijk, deze Nike-schoen. Dit zijn custom boots, man. Wat de heck? Het is helemaal gekleurd of zo. Ik vind het wel vet, hoor. Het is wel echt typisch iets voor jou, vind ik. Oké, wat er nu aan het gebeuren is, is dat we zijn in best wel een grote kledingwinkel. En Myron en Janneke, die zeiden meteen van, oké. Weet je wat ik heel graag wil doen? Janneke wil heel graag een outfit uitzoeken voor Thijs. En Myron, die wil heel graag een outfit uitzoeken voor mij. In de tussentijd heb ik zelf iets gevonden. Niet voor mezelf, maar voor Daniel. Daniel die was namelijk zijn vispet kwijtgeraakt die ik hem had gegeven. En ik denk dat ik hier wel een hele nieuwe vette vispet voor hem heb. Dus deze ga ik voor hem kopen. Maar ja, ik ben benieuwd wat Myron en Janneke verzameld hebben voor mij en Thijs. Dus we gaan het straks zien. Ik doe nog even een paar rondjes. En dan ga ik straks een outfitje aandoen blijkbaar. Myron die hangt nu het laatste in de kleedkamer. Dus ik ga hem even omkleden. Maar wauw, serieus, Thijs heeft een outfitje aan. Jij hebt alles verzameld? Ja, samen met Marta. Oh, wel met z'n tweetjes. Met z'n tweeën. Oh, yo, Thijs, kom eens. Damn, bro. Dit is allemaal Thijs, hè? Dat colletje vond ik heel mooi. Dat colletje vind ik ook echt nice. Deze is perfect. Maar kijk wat erop staat. Dit is echt een Thijs. Inspired by the concept of nature. Yo, nature vibes, ja, man. Hey! Mijn outfitje kregen we niet helemaal compleet. Dus uiteindelijk ben ik helemaal vergeten om het te filmen. En lopen we nu verder naar andere winkels. En gaan we kijken of we daar eventueel nog wat kunnen vinden. Het wordt echt erg. Ja, hè? Mijn stem. Ik ben hem misschien vanavond kwijt. Of anders morgen. Ik moet zeggen, ik ben er ook helemaal klaar mee. Ik word er zo chagrijnig van. Je wordt er heel moe van. Je hebt gewoon geen. Als iemand je iets vraagt, wat ik ook merk aan jou, als ik iets vraag aan jou, dan doe je eigenlijk gewoon zo. Ja, ik heb al meerdere keren dingen gezegd en niemand hoort het. Ja, dat is zo kut. Dus dan zeg ik van, hey, kijk daar, kermis. En dan 5 minuten later, hey, je hebt hier kermis. Ik kan gewoon niet hard praten. En als ik dat wel doe, doet het pijn. Dus ik ben een beetje stil ook. Dus het is gewoon slechte timing dit. Echt hele slechte timing. Ja, er is niks aan te doen. En we hebben het wel leuk. Laat dat duidelijk zijn. Ja. Dus, en ik begin een beetje trek te krijgen. Dus ik ben benieuwd naar het avondeten. Het ziet er lekker uit. Ik heb het restaurant gezien. Oké. Tenminste, op de app. Op Google Maps heb ik het gezien. Ja, want we weten al waar we gaan eten namelijk. Dus ik ben ook heel benieuwd. Wat we hier zo zien is wel een beetje... Ja... Een beetje bekladderd allemaal. Dit is wel een beetje een andere gedeelte van Trier, hè? Nee, dit is wel een andere vibe een beetje. Dit is gewoon in één keer allemaal graffiti en zo. Het is een beetje aftand, zeg maar. Zo gek is dat soms in dat soort steden. Dat ene plek is gewoon super mooi historisch. De andere moment is een beetje bekladderd. Ah, het zit in dit winkelcentrum. Wat zien jullie? Oh, jullie hebben gladiatorenles gehad. Ja, oh, dit zwaard is zo duur. Nee, dat is zo'n gladiatorzwaard. Wat je daar ziet. Dat had hij ook. Ja, dit zijn wel allemaal lijpe zwaarden hoor. Het is ja, wat, hè? Doen we het wel of niet? Maar gelukkig, Noël die heeft wat leuks gekocht. Thijs die heeft dat vestje gekocht. Dus dat is wel nice. Ik heb toch gelijk. Let's go. Oh, je hebt het al aan. Ja, Noël die had iets netjes nodig. Of iets wat gewoon keurig eruit zag. Dus die jas is open, zeg maar. Mond Street. Oh, jeetje. Ja, die staat wel heel leuk. Het is gewoon ideale schoon. Zo, hè? Ja, lees het. Jongens, dus. Meiden? Wat gebeurt hier? Oh, ik snap er helemaal niet. Dit is een hele gekke vibe. We worden gewoon herkend door de gladiator vibe. Oké, wij zitten hier te wachten, want de dames die zijn binnen hier bij de winkel. En er komen in één keer drie Duitse meisjes naar ons toe. Van, joh, zijn jullie dat van die gladiatoren gevechten? En ze willen nu op de foto. Oké, should I take the picture? Yes. Oké, daar gaan ze. Thank you. Okay. Good day. Bye bye. Zij herkende Thijs en Noël van het gladiatorengevecht. Ja, ik zweer het je. Je weet hoe we doen, hè? Nieuwe carrière sweetje. Ik hoop dat jij het gefilmd had, of niet? Ja, ze herkende hun, omdat dat was die school die ging kijken bij dat gevecht. Oh, ja, hoe geniaal. Niet een video zien dat wij aan het vechten waren. Ja. Ja, ik kijk dat hoedje en die, nou, die jas zagen ze niet, maar nou, misschien zagen ze mij, ja, door mijn jas. Want jullie hadden andere kleren aan. Ja, dat was wel geniaal, ja. Zo random. We zaten hier gewoon met onze speeltjes te spelen, die we net uit de chocolade-ei hebben. Hoe ziek is dit? Thijs die heeft een chocolade-ei en hij krijgt gewoon zijn lievelingsdier eruit. Mijn lievelingsdier, een orka. Ja, dat is zo vaag. En hij kan bewegen. Kijk, hij zwemt. Check dit, dames en heren. Ik heb nu iets aan en ik ben er wel echt heel erg blij mee. Gruwelijk, toch? Capuchon erbij.
Dit is een body warmer en een overhemd. Ik vind het nice. Ik ben er wel blij mee. Oh, mooi hoor. Gruwelijk. Oh, mooie schoenen. Ja, dit vind ik best wel vet. Zet op, maatje 44. What? Echt passen. Ja, deze vind ik echt wel nice. Dus ook zo'n schoenen. Oké, dames en heren, ik heb de volgende overhemd aan. Ik ben opeens op die overhemd vibes. Ik weet het ook niet. Dat is lekker joh, hempie eronder. Ja, wel nice toch? Ja. Maar check wat nou even. Laat je biceps zien. Oh. Te dik. Oh mijn god. Oei, zit zo'n groot gat in. Ik dacht, dit is de laatste medium. Echt zo fijn. Oh, dat is echt kloten. Hij staat je wel goed. Ja, ik ben juist op deze truitjes deze dagen. Wat de hel? Hé, maar misschien kan je op deze wel een goede korting krijgen. Oké, en dan nu boven deze nog. Een body warmer. Ja, die is ook echt mooi. Alweer met capuchon. Heel nice, heel mooi. Ja. Die body warmer vind ik echt mooi. Dat witte, dat springt er echt uit. Ja, ik vind het ook echt super nice. Lekkere capuchon. De combinatie, ja. De broek past er ook gewoon bij. Ja, dat is echt top. Die broek past overal bij. Echt nice. Ja, ik vind het tof. Ik ook. Wauw. Gewoon outfitjes voor de 3000 vlog hoor. Let's go. Oké, dames en heren. Op dit moment zitten we in een tent. En deze tent heet Currymeister. Het is een tent in... Wow, waar zijn we ook weer? In Trier. Wow, ik had een blackout. We zijn in Trier nog steeds. En je hebt hier een tent dat heet Currymeister. En ik moet zeggen, het eten ziet er lekker uit. Vooral wat Janneke heeft. Oh my god. Maar hoe heet dat? Pautine. Hoe? Pautine. Pautine. En wat heb je? Lekker hoor. En wat heb jij? Curryworm. Nice. We hebben allebei kippies. Hoppa, we hebben lekkere kippies. En jij hebt? Stoofvlees met rijst. Voor jou. Lekker hoor. Dus hier zitten we dan, eind van de dag. Zit je nou aan een rozeetje? Hij zit lekker een rozeetje te drinken. Lekker man, levensgenieten. Maar heerlijk hoor, we zijn geslaagd. We hebben hier de tassen staan van het shoppen. En ja, even lekker smikkelen. Oké, dames en heren, we waren met twee auto's gegaan. Dus wij zitten hier met z'n tweetjes. We hebben de kleren die we hebben gekocht in de kofferbak. En we gaan weer lekker terug naar het park van Landal, Mont-Royal. Oh, dit was mijn dagje wel hoor. Ik heb echt genoten. Tenminste genoten om gewoon te kijken. Ik baalde wel van dat ik natuurlijk niet mee kon doen met de gladiatorenschool. Want ja, ik had natuurlijk wel graag een gladiator willen zijn. Maar ja, los van dat, ik heb wel echt genoten. Ik vond het wel super leuk. Ja, het was ook wel leuk om te doen. Maar ik vond het leuker om te kijken naar Noël en Thijs dan dat ik het zelf deed. Ja, vooral naar Thijs, want die was echt super serieus. Ja. Die was echt bloedje fanatiek. Thijs was echt serieus. Die deed echt alsof je in de middel wil leven. Ja, maar dat was zo mooi om te zien. Ik heb echt zo hard gelachen. Maar ja, jullie waarschijnlijk ook. Ja. Wat gebeurt hier? Ja, wat gebeurt hier? Oh, ik heb geen idee. Man. Ja! Yes! Volgens mij... Oh, Noël heeft gewonnen. De koning. Oké, we doen serieus een burrito. Of jeetje, ik kan het woord geen eens meer zeggen. Een burrito spelletje. En dit is een squishy. En dan doe je een spelletje met kaarten. En als je dan een duel moet doen, dan moet je allebei zo'n squishy pakken. Zo'n burrito squishy. Moet je met je ruggen tegen elkaar gaan staan. En dan moet je 3 stappen doen. En als iemand zegt burrito, dan moet je omdraaien. En dan moet je deze proberen op iemands hoofd te gooien. Wat? Oh my god. Hey, ik gooi er nog met mijn verkeerde hand. Hij was net aan 3. Oké, zullen wij eens voordoen hoe dat moet? 3, 2, 1. Oké, dus doe je 3 stappen. En dan Thijs en Rem en Brito, dan mogen we omdraaien en deze gooien. Brito! Ja, bijt. Oh, daar ligt die gourmette ding. Waarom staat die gourmette ding? Oh, teen aan. Echt heel goed. Oh, ik zat vast. Waar gooi ik? Ja, man. Oh, sorry. Nog een keertje? Ja, kom nog een keertje. Oh, je nu buiten? Ja, wees daar. 1, 2, 3. Brito. Wat? Hij heeft ook 1 keer gladiator geweest. Ja. Meteen schuld hoor. Als ik gooi en ik mis hem, dan ben ik hem kwijt. Meer beschermd. Ha!
maken dat als je via de muur gooit en hij komt dan op je, dat je af bent. Hij raakt jou via de muur toch? Als rechter. Helemaal zo de... Hij komt ook aan. Ja. Ron was recht tegen mijn been. Wat chaotisch spel, jongen. En jij deed nog niet eens mee. Besef, alle kijkers denken dat elke ronde zo gaat nu. Hij is kapot. Nee, hij is niet kapot. Hij moet in elkaar geklikt worden. Oké, dames en heren. We liggen in bed en de rust is gekeerd. Ik moet nog wel... Is wedergekeerd. Wauw, het is nu helemaal rustig. Iedereen ligt op bedje. We gaan lekker slapen. Morgen weer een gloednieuwe dag. Morgen gaan we trouwens echt iets mega vets doen. Echt iets heel sicks. Eigenlijk, wat we morgen gaan doen, wilden we vandaag gaan doen. Alleen dat kon niet veranderd worden, helaas. Dus eigenlijk zou een soort van... Ja, maakt niet uit. Jullie zien het morgen wel. Het wordt super vet. Ja. Ik was net lekker wat M&M's aan het eten. Die chocolaatjes. En in één keer... Ik denk, wat voel ik hier toch met mijn kies? Ik denk, misschien een stukje kip of zo. Ik had een paar kippootjes gegeten als avondeten. Dus ik zit zo met mijn vingers zit ik zo tussen mijn tand. En ik denk, hé, ik voel wat. Dus ik prik zo een paar keer en ik pak het. Heb ik gewoon een stuk tand in mijn hand. Wat? Een stuk tand. Zo vaag. Echt een groot stuk wel, hoor. Echt wel een groot stuk tand in mijn hand. Echt zo super vaag. Dus los van, zeg maar, mijn stem. Ook heb ik het idee dat hij iets beter wordt. Nu wel, ja. Ja, 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 maar... ik weet niet wat het is. Maar het lijkt alsof mijn stem weer wat beter gaat worden. Ja, echt. Nu is het echt goed. Ja, in één keer besef ik me dat het op zich best wel goed is. Yo, alles goed? Ja. Wow, in één keer. Ik weet ook niet hoe het kan. En vanavond was het echt nog slecht. Ja, ik heb geen idee. Misschien dat het gewoon beter wordt morgen. En dat ik mijn stem terug heb. Maar er is dus een stuk tand afgebroken. Dus morgen moet ik sowieso meteen even de huisarts bellen om een afspraak te maken voor mijn keel. Mocht het erger worden. Want het is altijd druk bij de huisarts. Ik kan beter net zo goed van tevoren al bellen om een afspraak te maken. Ik zie hier ook een neefje op de muur zitten. Wil je hem doodmaken? Ja, ga ik doen. Hij zit nu wel echt op een goede plek. Oké. Okay. Ja, ik heb hem. Ja? Ja, sowieso. Oh, yes. Worden we niet gestoken vannacht. Nee. En twee, ik moet eventjes de tandarts bellen om mijn tand te gaan fixen. Want dat is gewoon een foute boel. Elke keer als ik nu een slokje water neem, doet het zoveel pijn. Omdat het echt super gevoelig is hier bij mijn zenuw. Dus het zit even niet mee, dames en heren. De 3000e vlog heeft gewoon allemaal dingetjes waarvan ik denk, oh my god. Maar goed, maar niet uit. We gaan lekker slapen. Ik hoop dat jullie allemaal hebben genoten. 3000 vlogs, het is echt bizar. Het is iets heel erg speciaals voor mij. En ja... Ik hoop dat jullie nog 3000 plus vlogs blijven kijken. Laten we het hopen. Bedankt in ieder geval voor alle liefde, voor alle leuke berichtjes. Ik hou van jullie. Ik zie jullie heel graag morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.